Jongens, welkom. Vandaag zijn wij wedergekeerd in het prachtige Contentveen seizoen 2 en een half. Want we wachten nog steeds op seizoen 3. In de vorige aflevering heb ik de outline gemaakt van onze basis, van het Walnut hoofdkwartier. Ik heb de oorlog verklaard met Rick en een alliantie gevraagd met meneer KB. En ik heb nog van geen één een reactie. Dus dat is een beetje treurig. Robin, het is vandaag een verdrietige dag. Eugène. Waarom zeg ik Eugène? Je heet Heinrich. Eugène lijkt er niet eens op. Maar dat maakt niet uit, jongens. Welkom bij de aflevering. Er staat ineens een grote boom. Ik heb geen flauw idee hoe hier een grote boom komt, als ik eerlijk mag zijn. Ik heb hem niet geplaatst, dus ik denk dat iemand anders hier geweest is en dacht, weet je, dit is een mooie plek voor een boom. Dus laat ik hier een grote spruceboom plaatsen. Dus dat is er gebeurd in de tussentijd. Eigenlijk helemaal niks. Ander nieuws. Ik heb enorm honger. Het enige wat we hebben is glowberries. Enchanted golden apples. En voor de rest hebben we niet echt eten of zo. Dus ik wil de aflevering beginnen hier in de span bij de marktplaats, meneer. Hier, die man die verkoopt allemaal mooie spulletjes. Althans, spelers verkopen allemaal mooie spulletjes hier. En laten we hopen dat iemand even wat eten verkoopt. Want het is behoorlijk karig het eten op het moment. Ah, goed nieuws. Niemand verkoopt eten. Laten we dan maar onze dagelijkse beloningen claimen en hopen dat we daar wat goeds uit krijgen. Geen eten. Ook geen eten. Wederom geen eten, maar wel een goede shuffle. Oh, jongens, Marcel is vervangen. Marcel is vervangen. Dit is goed nieuws. Onze vorige shuffle naar Marcel, die was gebroken. Maar we hadden zoveel moeite gedaan om die te enchanten. En uiteindelijk was het allemaal voor niks. Want we hebben nu gewoon een hele goede shuffle gekregen. Dus die krijgen we hier wel beter uit. Oh, oké. We hebben goede dingen gekregen, jongens. Hele goede dingen. Deze gebruiken we gelijk en dan gaan we terug naar huis. De dingen die ik hier nu in mijn inventory heb, die heb ik gekregen. Ik heb oftewel een goede shuffle. Ik heb eindelijk een beetje eten, 5 steken, maar nog steeds hebben we een groot eetprobleem. Laten we de goede items even hierin stoppen. Ik heb zoveel goede broeken heb ik inmiddels, jongens. Oh, wacht, nu kan ik deze met Curse of Vanishing kan ik vervangen voor gewoon een normale broek. Ah, dat is beter. Dan kunnen we deze shuffle ook vervangen. Hebben we nu eindelijk een goede shuffle. Dan kunnen we voor de concrete blokken die we nodig hebben, kunnen we die heel goed gebruiken. Maar nog steeds niet al te veel eten, dus dat is wel jammer. Maar voor nu niet belangrijk, jongens. Ik wil gaan beginnen deze aflevering met het bouwen van het Walnut hoofdkwartier. We wilden hier natuurlijk het Walnut hoofdkwartier bouwen om oorlog te voeren tegen Rick en zijn hoofdkwartier. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen in een leeg, ja, wat is het, een lege ruimte zoals dit. Dus laten we een klein beginnetje maken aan het bouwwerk. En ik ben heel benieuwd wat ik ervan ga maken. Ik weet het eigenlijk zelf ook nog niet echt heel goed. Maar laten we maar gewoon even beginnen. Ik heb in ieder geval genoeg white concrete. Nou, genoeg, best wel veel white concrete om iets te kunnen doen. Alleen besef ik me nu dat ik ook wat meer dan white concrete nodig heb. Dus laten we eerst even nog wat extra. Ik ga heel veel blokken verzamelen, jongens. Dit komt goed. We gaan een grote voorbereiding doen. Ik plaats hier zoveel kisten. Hier komt de witte concrete in. Dan ga ik hier nog meer zand en gravel doen. En daar ook nog meer zand en gravel. We gaan heel veel hakken. En daarna kunnen we beginnen met het bouwen. Ik zei dat ik gelijk ging beginnen, maar ik heb de blokken er helemaal nog niet voor. Ik heb alleen witte concrete. En het gebouw moet meer natuurlijk zijn dan alleen witte concrete. Nou, daar gaan we. Laten we beginnen met gravel. En wat ben ik blij met deze shovel. Het gaat zo snel. Oh, dat gaat me zoveel tijd besparen. Dit gaat me echt enorm veel tijd besparen. Oké, jongens, we hebben inmiddels echt belachelijk veel gravel. Het is echt insane. Als we ooit nog een keer veel flint nodig hebben, hebben we dat ook. Maar wauw, wat hebben we veel gravel. Het is echt belachelijk. Ik denk dat ik nog heel even doorga, want ik zit echt op plekken te zoeken waar ik echt nog nooit in mijn leven zoveel gravel heb gezien. Maar als ik nog heel even doorga, dan heb ik echt genoeg, weet je. Dan heb ik echt genoeg. Kijk, zoals hier weer kan ik weer belachelijk veel gravel hakken. Het slaat helemaal nergens op. Gravel, ik wist niet dat het in zulke grote hoeveelheden kwam. En met deze shovel is het echt alsof ik gewoon door boter aan het snijden ben met een veel te scherp mes. Oké, dan brengen we dit hier mooi thuis. Hebben we genoeg gravel. Dan gaan we nu even de flint hier dumpen. En dan wil... Oh, ik heb hier nog meer gravel. Dan wil ik op zoek gaan naar zand. Want we moeten ongeveer net zoveel zand hebben als gravel. En zover ik weet komt zand in nog grotere hoeveelheden dan dat het komt in gravel. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we even op zoek gaan naar een prachtig mooi stukje strand. Of in ieder geval een woestijn of zo. Ah, kijk jongens. En is dat gravel? Oh mijn god, daar gaan wij. Zand en gravel op één grote plek. Ik weet dat ik genoeg gravel heb, maar je kan nooit genoeg gravel hebben. Ik heb denk ik nog nooit zo snel in mijn leven zand gehakt, jongens. Dit slaat helemaal nergens op. Het is gewoon één grote puinhoop aan het worden. En ik weet niet waar mijn muis af en toe heen gaat, maar ik zit wel helemaal vol aan zand zometeen. Nou, we zitten helemaal vol, jongens. En er ligt overal ligt zand verspreid, maar ik heb gewoon geen ruimte meer om het op te slaan. Nou, trouwens, we hebben wel genoeg gravel, dus een stekje gravel kan geen kwaad om weg te doen. Kijk, dan gooi
gooien we ons zand gooien we in de kist ernaast. Dan hebben we heel veel zand. We hebben zelfs meer zand dan dat we gravel hebben. Maar hier kunnen we dus heel veel concrete powder van maken. En dan kunnen we mooie blokken gebruiken. Of mooie blokken van maken. En die gebruiken we voor ons walnut hoofdkwartier natuurlijk. Maar het ding is, ik heb ook dit meegenomen voor groene kleurtjes. Sugarcane natuurlijk voor boeken en zo. Het ding is, ik wil ook heel graag grijze dye hebben. Want ik wil namelijk donkergrijs met wit combineren voor dit gebouw. Maar hoe kom je ook weer aan grijze dye? Donkergrijs, volgens mij via bloemetjes. Is het nou gewoon normale grey dye of is het dark grey dye? Af en toe is het zo verwarrend. Oké, ik denk dat ik heel veel botten nodig heb om daarvan white dye te maken. Ik denk dat ik heel veel inktzakjes nodig heb om black dye te maken. Die te combineren maken we grey dye en die stoppen we op de blokken hier, waardoor we grey concrete powder kunnen maken. En dat kunnen we mooi gebruiken om te combineren met onze prachtige build hier. Heel gedoe, gaat heel veel werk kosten. Dus laten we maar snel naar de nether gaan. Want in de nether kunnen we boomblokken krijgen. Ik denk dat dat een goede optie is. Maar dan heb ik wel obsidian nodig. A few moments later. Oké, jongens, ik heb 15 obsidian in caves kunnen scoren. 12 inktzak heb ik bij Marktplaats kunnen kopen. Laten we er nu even flint en steel maken voor een aanstekertje. Kijk, gelukkig hebben we genoeg flint. Oh, ik wou net zeggen, hoezo zijn het nuggets geworden? Dat klopt helemaal niet. Waar gaan we mijn portal even plaatsen? Weet je, mijn portal doen we even... Oh, nee, dit is mijn concrete plekje. Hier, de portal doen we even tijdelijk hier. Even een lelijke plek ervoor. Maar het is een plek ervoor. Dus hier, kijk. Een plek is een plek, weet je. En doen we zo. Boing. Steken we hem aan. En dan gaan we heel even langs de nether. Hopelijk kunnen we daar even wat goede boomblok scoren. Oh, gelijk de goede biome. Oh, we hebben een geluk, jongens. Hier, dit is de biome van de bone blocks. Kijk, gelijk al botten. Dat is wel top. Volgens mij zit ik... Hebben we geluk? Hebben we geluk? Ik weet dat je hier namelijk van die restjes kan vinden. Met heel veel botten. Kijk, skeleton spawn hier sowieso lekker veel. Kijk, we hebben al 4 botten. Ik bedoel, we komen ineens voor de skeleton zelf, maar het gaat al goed gewoon, weet je. We moeten even geluk hebben. We moeten echt even geluk hebben. Nog een skeleton, weet je. Jou gaan we ook gewoon killen. Ja, kijk jongens. Oh, een restje. Een restje. Dit gaan we mee... Weet je hoeveel botten dit zijn? En het gaat zeg maar niet om de botten zelf. Het gaat om de boommeel, want daar kan je die witte dye van maken. Hier, kijk, als we nu dit doen, hebben we heel veel boommeel. Als we dit doen, hebben we ook heel veel boommeel. En kijk hoeveel witte dye we al hebben. Ja, ik moest witte dye hebben. Ik had even een brain fart momentje. Ik dacht, waarom heb ik ook weer witte dye nodig? Maar kijk, black dye. En dan maken we daar samen van zo. Grey dye. Dit is ideaal. Dit is ideaal. Laten we nog even wat extra halen. En dan gaan we daarna meer op zoek naar inkt. Oh, we moeten heel veel inktvisjes gaan slopen. Oh, dat gaat zoveel moeite kosten. En ik wil hier ook niet te lang blijven, want mijn eten is op. En ik ben niet meer aan het regenereren op het moment. Dus, oh, dit is wel heel diep ook. Oh, maar botten. Is dat mijn portal? Ik weet niet, nee, dat is niet mijn portal. Of is het wel mijn portal? Oh, wat irritant, jongens. De nether is niet mijn favoriete plek. Oké, ga ik hier dood? Ah! Ah, ik moet echt eten. Ik heb 1 golden apple. Die gaan we maar gewoon nemen, jongens. Dan regenereren we op zijn minst nog maar een beetje. En dan gaan we even die boom... Waar? Oh, jij bent irritant. Jou hitten we maar gewoon naar beneden. Doei. Jullie hebben we nodig. Maar jullie staan in de lava. Meen je dat nou? Van alle... Hey, een fortress. Van alle plekken waar jullie konden staan. Botblokken. Staan jullie in de lava? Wat stom om het in Nederlands te zeggen. Botblokken. Even die skeleton killen, anders gaat hij hem in de lava schieten. Hoppakee. Ik kan dit gewoon doen. In principe is het niet... Ja, het zou niet heel veel voor moeten stellen als ik het gewoon zoals dit doe. Hier. Ja, dit is prima. Dat had moeilijker kunnen zijn. Zo, laten we maar gauw terug naar huis gaan. Ik denk dat ik genoeg witte dye heb. We hebben nu namelijk heel veel... Hé, kijk hoe schattig. Ze staan op elkaar. Hallo! Ik denk dat ik nu heel veel black dye nodig ga hebben. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan de witte dye. Witte dye hebben we wel genoeg op het moment. En eten. We hebben nog steeds eten nodig. Hier, die dye die doen we hierbij. Zo, hoppakee. Nou, inktvisjes, ik kom eraan. Waar zijn jullie? Oh, is dat er één? Volgens mij zie ik er één in de verte. Nee, dat is er geen één. Terwijl wij op zoek zijn naar een rivier. Want ik heb gehoord dat je in rivieren het beste inktvissen kan vinden. In plaats van in een oceaan. Ga ik even alle dieren die ik in de tussentijd vind gewoon even slachten. Want dan hebben we even wat eten. Dat kunnen we dan gaan koken. Kijk hier, koeien bijvoorbeeld. Die moeten we wel gewoon hebben. Oké, eten hebben we denk ik inmiddels wel genoeg van. Laten we die schapen daar nog even pakken. En weet je, dan zie ik jullie wel gewoon terug zodra ik heel veel inktvisjes heb gevonden en heel veel inkt... Oh, daar hebben we misschien een rivier. Of is het gewoon een zee? Weet je, jullie zien me zo meteen wel terug op het eiland met alle spullen die ik nodig heb. Alright, jongens. We zijn wedergekeerd en we kunnen mooie blokjes gaan craften. Of mooie dye gaan craften. Laten we gelijk alles gewoon zo om te... Het is minder dan verwacht, eerlijk gezegd. Ik heb maar iets meer dan een stack. Alleen weet ik wel dat je daarmee volgens mij behoorlijk wat blokken kan craften. Omdat je helemaal niet zo heel veel nodig hebt. Laten we heel even kijken hoeveel ik nu kan maken. Moeten we wel met de crafting table doen hier? Volgens mij zo. Ik vergeet altijd hoe je dit maakt. En dan zo en dan zo. Ja, kijk. Ik denk dat we hier wel heel veel uit kunnen halen. Oh, joh. Moet je zien. Weet je hoeveel dit is?
Medaille is wel gelijk op. Alleen, volgens mij, jongens... Nou, dit is echt voor nu eventjes genoeg. Nu moeten we het alleen even omtoveren naar blokken zelf... in plaats van powder, wat het nu is. Maar dat hoeven jullie niet te zien. Dat is zo saai werk. Dat is letterlijk ik die gewoon waarschijnlijk voor het aankomende... kwartiertje à 20 minuten dit aan het doen ben. Tot zo. Oké, voor nu is het wel even genoeg. Ik wil misschien ook wat van deze blokken zelf in deze staat als dit gebruiken. Jezus, wat een rare zin. Ik wil ook misschien gewoon deze blokken gebruiken. Daar komt het op neer. Dit laat ik even staan, want dit constructietje is eigenlijk wel fijn om... Jezus, dat ging snel. Om dit telkens mee te doen. Meneer het varken, jij bent op het verkeerde eiland. Ik had je eigenlijk moeten... Oh, ik had je moeten breeden. Stom. Heel stom. Maakt niet uit. We hebben er toch genoeg eten tegenwoordig, jongens. Hier, moet je zien. Eten voor deze. Gewoon even rondlopen door de wijde grote wereld. En dan vinden we vast wel eten. Precies een halve stek. Dat komt eigenlijk best wel goed uit. Nou, laten we aan de slag gaan. Wat gaan we doen? Ik heb denk ik een idee. Laat ik eerst gewoon eventjes met de witte concrete blokken erbij. Gewoon eventjes dit hoger gaan maken. Gaat het er heel simpel uitzien. Omdat er natuurlijk nog... Je gaat er niet uit, varken. Je gaat niet ontsnappen. Ik zag je wel. Gaat er heel simpel uitzien. Omdat er natuurlijk weinig detail in zit op deze manier. Maar dat kunnen we dan daarna toevoegen. Het gaat een modern gebouw worden, hè, jongens. Een hele andere bouwstijl. Kijk, dan hebben we in ieder geval dit al gemaakt zoals het nu is. Dan wil ik hier, denk ik, leuk, een outline gaan maken voor de deur. De deur gaat hoog worden zoals dit. Het gaat echt een hoge deur worden. Dat moet echt mega groot aanvoelen allemaal. Dan hier met de witte blokken eronder door. Hoe ziet dit eruit nu? Oh, ja, deze stijl is leuk, jongens. Deze stijl gaat echt heel leuk worden. Ik weet het zeker. Dus hier kunnen we zelfs een soort onderrandje hier maken. Zoals dit. Dat is een soort fundering blijkt te zijn. Ja! Ja, dit is cool! Ik voel hem! Ik moest hem nog even voelen, maar ik voel hem, jongens. Oh, dit is heel irritant, want dit blokje hier zit... Kisten, jullie heb ik echt verkeerd geplaatst. Heel irritant. Komen we later wel op terug. Dan moet de fundering eigenlijk wel even wat hoger zijn. En dan langzaam naar beneden lopen, misschien. En dan hier, kijk... Oh, ja. En dan gaat hij hier weer omhoog. Dat betekent wel dat we heel veel witte blokken verspild hebben aan de andere kant. En dat we die gewoon weer weg kunnen halen hier. Zie je? Want dingen zoals dit, dat ga je dan toch niet meer zien. Of dan is de binnenkant wel mooi dik. Ja, het is moeilijk, jongens. Het is een heel duur gebouw. Het gaat echt een heel duur gebouw worden. Dat weet ik nu al. En de manier waarop ik nu aan het bouwen ben, jongens, is leuk. Maar het gaat me heel veel kosten. Heel veel tijd vooral. Om die blokken allemaal bij elkaar te verzamelen. Maar we gaan het wel doen. We gaan het absoluut doen. Want ik vind het heel leuk. Alleen de ingang mag ietsjes lager. De ingang is cool, maar hij is net te groot. Ik denk dat dit eventjes iets beter is. Ja, dit is beter, jongens. Dit is hoe we het gaan doen. Ik ben benieuwd wanneer ik reactie ga krijgen van Rick en van meneer KB. Ik heb Rick natuurlijk vorige aflevering de oorlog verklaard. En ik heb meneer KB een alliantie geprobeerd te geven. Maar ik heb nog geen reactie. Ik had wel reactie verwacht inmiddels. Vragen losers zijn het. Dat is niet waar trouwens. Oh, moeten we deze kisten ook weer verplaatsen? Wat irritant. We moeten alles verplaatsen. Ik heb alles op de verkeerde plek gezet. Deze kan nog wel, deze kist. Maar deze is irritant. Nou, missie in ieder geval succesvol. En veel choke van de kant. Parabien. Dan kunnen we nu gewoon dit hier doorbouwen zoals we willen. Oké, laten we het complete plaatje maar gewoon even wat hoger maken. Gewoon letterlijk alles hier moet even wat hoger. Ik denk dat ik dan wel witte concrete blokken tekort kom. Maar we hebben nog genoeg witte dye. Dus daarentegen gaan we weer ook weer niet tekort komen. Maar laten we even opmaken wat we hebben op zijn minst. Jongens, ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb echt geen flauw idee wat ik aan het doen ben. Ik ben echt maar gewoon een beetje op gevoel een beetje patroontjes aan het maken erin. En een beetje aan het klooien. In de hoop dat het er goed uit gaat zien. En op zich, ik heb ook wel hoop ervoor. Maar de hoop is zeg maar een beetje minimaal. Want het, ja, maar ook weer niet. Het ziet er ook wel weer heel cool uit. Ik ga het zo even proberen van ver aan jullie te laten zien. Ik denk dat dit even wat lager moet hier. Ik denk dat dit net te hoog is. Oké, ik denk dat ik het nu hier een beetje onder controle heb hoe ik het wil hebben. Want ik wil hier namelijk ook nog een soort van randje zoals dit maken. Let op. 1, 2, 3. 1, 2. Oeh, dit gaat te ver. Wacht. Een soort cirkeltje waar dan gras in komt. Misschien een beetje vroeg om te denken aan de tuin. Maar uiteindelijk wil ik dit zoals dit hebben. Dus kunnen we het beter maar gewoon gelijk doen. Het is een beetje een rommelige start van het gebouw. Maar het begint vast wel ergens op te lijken. Jullie moeten gewoon er even vertrouwen hebben zoals gewoonlijk. Hier, kijk. Zoals dit kunnen we dat dan nu helemaal opvullen met dirt. En dan wordt dat natuurlijk gras. En is dit uiteindelijk een soort tuintje aan beide kanten. Ja! Oh, dit gaat cool worden. Moeten we even weer dirt verzamelen, want dat hebben we weer niet. We hebben nog maar één dirtblokje. Of heb ik meer? Nee, ik heb niet meer natuurlijk. Dan maar weer de grote wijde wereld in om dirt te verzamelen.
Oké, ik denk dat we genoeg hebben voor nu. Ik heb echt heel veel gehakt en ik denk dat we gelijk genoeg hebben. Proppen we het even helemaal vol met dirt hier. Zo, dan is dat ook gedaan. Kijk, dan wordt het al langzaam gras. Het gaat wel even duren voordat het er mooi uitziet natuurlijk. Willen we dat? Ja, dat willen we ook aan de andere kant hebben natuurlijk. Het hoeft wel mooi symmetrisch te zijn. Alleen ik heb daar niet genoeg witte concrete blokken voor. Die moeten we dan even opnieuw gaan maken, denk ik. Geen probleem natuurlijk. Dat is in principe, hoppa, zo gedaan. Moeten we het natuurlijk wel weer omtoveren naar harde blokken. Oh, mijn pickaxe is stuk. Nee. Oh, daar heb ik niet over nagedacht. Mijn pickaxe, jongens. Oké, dan moeten we even nieuwe maken. Gelukkig hebben we genoeg diamonds natuurlijk. Maar mijn pickaxe is ineens stuk. 1, 2, 3. Dan even kijken, hebben wij... Ja, we hebben sticks. Dan kunnen we hier een pickaxe maken. Geen probleem natuurlijk wel, zonder van de vorige pickaxe. Weet je, dan vind ik het eigenlijk al prima. Laten we dan gewoon even het vormpje maken. Oh, dat komt in de knoei met mijn ding hier. Dan moet ik die weer verplaatsen. Wat een gedoe. Oh, nee, de nether portal zit ook niet op de goede plek. Die moeten we nu ook verplaatsen. Die gaat hier ook onder terechtkomen. De boom ook? Alles zit in de weg. Jongens, daar is niet over nagedacht. Meen je dat nou? Zit alles gewoon zoals dit in de weg? Oké, kan gebeuren. En mijn kisten ook weer. Oké, nu is het officieel tijd om de kisten naar binnen te verplaatsen. Laten we het even opvullen met dirt. En dan zijn we wel genoodzaakt om de kisten naar binnen te verplaatsen. Ah, de boom kan nog wel even blijven staan. Die staat in... Hij is niet mooi. Hij gaat absoluut ook weg binnenkort. Alleen, het is een... Ja... Het is niet nodig om het nu specifiek weg te halen, weet je? Net zoals de kisten, die kunnen we ook nog op zich wel even laten staan. Vraag me alleen af voor hoe lang. Oké, allemaal opgevuld. Dan kunnen we dat langzaam laten groeien. Dan kan hier natuurlijk gewoon uiteindelijk een soort pleintjes komen. Dit gaat er leuk uitzien, jongens, deze basis. Dit gaat er echt heel leuk uitzien. Ik weet het nu al. Gaan we dit randje hier nog even mooi maken. Dat het een beetje symmetrisch is. Hier gaan we het juist weer andersom doen, jongens. En deze kant, kijk, hier hebben we dat zwart onder en wit boven. Hier wil ik het een soort van... andersom gaan proberen. Even kijken of dat leuk gaat zijn of dat het dan niet een hele rare vibe gaat geven. Maar we moeten een beetje creatief zijn. Laat even sowieso in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Zover jongens van het idee wat ik allemaal aan het doen met het walnut hoofdkwartier. Oorlog tegen Rick. Een beetje modern bouwen en zo. Zelf vind ik het helemaal geweldig. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik heb het oprecht echt naar mijn zin. O, trouwens, misschien kunnen we het best vanaf ongeveer hier doen. Kijk, dat we zeg maar... Hier doen we wel nog dat witte ervoor. Ze sluiten hem hier nog wel netjes af. Kijk, en dan hier gaat het zo om. Oh, en dan komt hier glas. Er komt hier heel veel glas. Ja, dat gaat mooi worden. Dat gaat mooi worden, jongens. En dan hier ook weer zo'n laagje. Dan wordt het hier... Ja, 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 we hebben hem. We hebben het idee, jongens. Ik vind het zo leuk om in deze stijl te bouwen. Ik weet niet waarom. Het kost me zoveel moeite om het gewoon een beetje uit te vogelen. Maar als je het eenmaal hebt, heb je het ook gewoon. Oké, laten we heel even afstand nemen ervan. Even stoppen met bouwen, want dan kan ik er even een tijdje over na gaan denken wat ik ervan vind en zo. Ik heb ook nog niet echt van afstand überhaupt kunnen gaan kijken hoe het eruit gaat. Oh, maar deze stijl, jongens, dit is leuk. Dit gaat echt een mega basis worden. Oh, dit is leuk. Kijk hoe modern en hoe fantasierijk het eruit ziet. Ik zie het al helemaal voor me. Het gaat al hoog worden. Het gaat verschillende lagen krijgen. Het gaat prachtig worden. Maar ik hoop gewoon dat we ook reactie gaan krijgen van Rick en van meneer KB. Want dan kan ik wel een hoofdkwartier bouwen. Maar als er geen oorlog is, of als er geen personen zijn om oorlog te voeren, dan is het ook verdrietig. Maar ik heb wel al van Rick gehoord dat hij het heeft gelezen. Het bericht. Nu moeten we alleen nog even afwachten of hij ook reactie gaat geven. En wat de reactie gaat zijn. Dat is vooral heel belangrijk. In ieder geval, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Reageer even. Rickje stinkt. Als je tot dit punt in de video bent gekomen. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel van Content Veen seizoen 2,5. Even kijken en even liken. En nu spreek je later. Glaasje water, telt het vier, flesje bier. Tot de volgende keer. Loo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 o